Leuk dat je weer kijkt naar 7D TV. Um, bij mij in de studio, Mervin Ten Dam, uh, oprichter van Achtung McCarrie Bowen en sinds kort voorzitter van de ADCN. Dat is de club voor bedenkers, creatievers en makers binnen het vak. Mervin, welkom uh, bij ons in de studio. Dank um, je. Ja, jij bent ondernemer uh, van Achtung, maar je hebt uh, twee jaar geleden denk zo'n beetje je bureau verkocht aan een internationaal netwerk. Ja. Waarom eigenlijk? Drie jaar is het al. Um, ja. Nou, je noemt het al internationaal. Dat uh, is de key. We hebben altijd uh, werk proberen te maken wat de Nederlandse uh, spruitjeslucht uh, ontstijgt. Mm -hmm. En um, dit geeft ons de mogelijkheid om uh, ja, verder te kijken. Ja. En uh, om meer klussen te doen en om te kijken of het werk ook echt uh, verder komt in Nederland. Ja. En, lukt dat? Want dus ja. Een paar nou, jaar. dat uh, ja, dat vind ik wel, ja. Um, het leukste is dat we, we staan binnen het Netwerk heel erg te boek als digitaal design. Dus we doen uh, vaak in die hoek uh, spannende dingen, maar wel voor heel grote merken. Voor Densu, voor Sony bijvoorbeeld, um, voor Monster via UK. Um, dus dat zijn wel ja, klinkende namen en dat is alles behalve localiseerwerk. Het is echt gewoon um, conceptwerk vanaf de grond af, mm -hmm. wat we samen doen. Ja. En internationaler um, betekent dat ook dat je nog creatiever kan zijn? Want het, het, het ja, zeker. Ja, ik, ik denk dat je, het allermoeilijkste is uh, soort, soort, om echt de universele waarheid te vinden. Om echt werk te maken wat overal resoneert. Wat niet uh, hangt op een Nederlands grapje of op Calvinisme. Of op, uh, en dat zie je voor mij gewoon bij de allerbeste campagnes. Die rollen gewoon echt overal doorheen. Het mm -hmm. maakt niet uit aan wie ze laat zien. Dus ik vind dat wel de, ja, de hoogste vorm van. Uh, daar is veel creativiteit voor nodig. Ja. Ja. Kan jij een uh, voorbeeld noemen van zo'n uh, overstijgend idee? Wat, uh, uh, wat boven die spruitjeslucht dus uitgaat? Um, we zijn bezig met een idee voor Volkswagen. Uh, wat gaat over autorijden leuker maken. Autorijden nu gaat over. Uh, Kinderen die achterin met twee iPads zitten die twee uur lang niks zeggen, tot ze over zijn. Mm -hmm. En we hebben een idee bedacht met audio wat uh, gebruik maakt van diezelfde iPad. Waar het scherm op zwart gaat en wat ervoor gaat zorgen dat um, je een rit meer beleeft. Um, en dat is een idee wat overal ter wereld zou kunnen um, zijn, uh, want overal in de wereld verplaatsen mensen zich. En, um, daar is een voorbeeld van. Kan je daar meer over vertellen? Want uh, de, de, de rijder, de, zeg maar, doet hij daar ook aan mee of is het alleen voor de mensen in de auto? Het is voor de hele familie. Dus het is, um, ik moet even kijken of ik kan vertellen nu, want we zijn volop bezig. Het komt ja. in januari uit. Okay. Um, nee, het is een, uh, het, het is een, een, een uh, audio-gedreven vrouw Het gebruik maken van objecten uh, die op dat moment tegenkomt naast de snelweg. Dus we hebben alle database met objecten in Nederland uh, we hebben we elkaar geraapt en um, Um, rondom die objecten. En dan moet je denken aan windmolens, uh, dan moet je denken aan, uh, aan tunnels, uh, okay. aan uh, um, wat nog meer uh, bomen. Um, daar, aan de hand daarvan wordt een verhaal verteld. Dus hij gebruikt de omgeving en middels een soort hoorspel brengen we die tot leven. Ja, dat gaat veel verder dan een communicatiecampagne of een reclamecampagne. Ja, dat is weinig met. Uh... Het is wel heel communicatief, want het is een auditief hoorspel. Dus we werken daar met uh, hele goede schrijvers samen: gouden griffelschrijvers. En ook nog een, uh, iemand die vroeger hele bekende uh, boekjes heeft geschreven voor kinderen. Um... Maar is jouw werk als reclamemaker of als communicatiemaker heel erg veranderd de laatste jaren? Um, wat ik heel tof vind aan nu is dat het. Uh, nu echt op het moment is dat elk merk een mening moet hebben, ergens voor moet staan. En dat, dat, dat uh, ergens voor staan niet alleen maar zich vertaalt in een manifestje, in een mooie uh, tv-commercial, maar vooral ook gaat over daar, Wat doe je echt als merk? En dit, zo'n zo uh, project van Volkswagen, is echt een voorbeeld van een merk wat iets doet. Hè, dat is, dit je, we maken hier ook geen tvc, of TVC over. Um, we bieden echt een dienst of een service aan die ook echt een rit leuker maakt. Dus echt practice what you preach. Dat vind, ik, um, um, ja, dat vind ik het leukste. Het is, uh, er is geen ontsnappen meer voor geen enkel merk. Er is geen ruimte meer voor, voor een dun laagje chroom rondom niks. Nee. Uh, het gaat echt om, wij staan hiervoor en dat gaan we op alle manieren laten uh, zien, maar ook maar laten, laten voelen. Um, um, ja, ik denk dat dat past. Het past niet veel heel erg bij ons, want nee. we doen graag dingen uh, in plaats van te, alleen maar te praten over dingen. Um, dus ja, dat is prettig. En um, uh, jullie vallen nu onder een internationaal netwerk. Um, hoe anders is dat dan zelf ondernemen en in volle vrijheid uh, kunnen bouwen aan een bedrijf? Nou, in alle eerlijkheid um, is het verschil minimaal. We hebben ongelooflijk massel. Er is geen um, mooi praterij dat hmm. we echt heel vrij worden gelaten. Er is geen uh, er is niemand die ons inhoudelijk op de vingers kijkt. Uh, uh, er is heel veel vertrouwen. Um, we hebben ook de mazzel dat we het enige echt creatieve label zijn binnen, binnen het netwerk. Dus we worden niet uitgespeeld uh, met tussenlabeltjes. Um, ik had zelf verwacht dat het, dat, dat, dat het veel groter zou zijn. Toen, toen het bedrijf verkocht en op maandag binnenkwam, dan denk je van, nou, die is wat veranderd. En vervolgens gaat het eigenlijk gewoon door. Um, ja. um, maar er zit wel een, een, een club achter die als we willen gebruik van kunnen maken. Um, maar veel vrijheid. Ja, echt. Ja. Dus echt, echt blij mee. Uh, en merk jij wat uh, van de, de veranderingen binnen het vak? Iedereen heeft het over de opkomst van de consultancies. Uh, data wordt steeds belangrijker. Ja. De technologie zat, zat er bij jullie natuurlijk al uh, flink in. Ja. Um, kan je daaraan meedoen aan dat spel? Ja, ik denk het wel. Ik denk nog steeds dat, uh, of meer dan ooit, het gaat... Om een echt goed inzicht en om echt een mega goede creatieve vertaling daarvan. Mm -hmm. En um, ja, de vorm data of niet. Kijk, uh, uh, data bijvoorbeeld hebben we hele partijen die uh, binnen het Dentsu-netwerk ja. er heel veel van weten. Maar daarvoor begint het nog altijd met een inzicht. Dat ene inzichtje waar niemand aan gedacht heeft en die vertaling naar een idee. En dat verandert niet. Ja. En de, de vorm verandert wel, maar daarin... Maar goed, we hebben een digitale achtergrond. We zijn niet bang om... om... Ja, we zijn niet uh, gebonden aan enig middel of aan een aan, aan vorm. Um, um, uh, dus nee, ik ben eigenlijk daar helemaal niet bang voor. Nee. En um, merk je nou dat um, het werk van de marketeer... waarmee jullie werken verandert? Ik bedoel, iedereen heeft het over agile werken en scrummen... Ja. en ook ja. in communicatietrajecten, zeg maar. Um, hoe gaan jullie daarmee om? Nou, wij, wij houden van... Um, um, nou, laat ik zo zeggen, voor mij mag het nog veel en veel meer. Want nog steeds zijn heel veel klanten hebben moeite om de snelheid te maken die ze zouden uh, moeten maken. Mm -hmm. Dus wij juichen alleen maar uh, sprintjes, scrummen, agile toe. Want ik geloof dat je niet, uh, meer um, ja, moet ik het uitleggen. Eerst uh, uh, even te kijken hoe. hoe uh, snelheid is, zeg maar, snelheid is denk ik heel belangrijk en ook Heel intensief werken om tot goede dingen te komen. Dus wij halen klanten het liefst dichtbij, ze mogen gewoon meedoen. Ja. En dit soort uh, trucjes, technieken, processen, technieken, hoe je het ook maar noemt, uh, helpen daar denk ik bij. Helpen om een beter idee te maken. Ja. Ik heb heel vaak uh, gesprekken met mensen over creativiteit en hoe je dat nou uh, embedt binnen een bedrijf. Uh, ja. um, en het lukt heel, heel weinig mensen om dat goed uit te leggen. Hoe zorg je nou dat je een creatieve cultuur creëert binnen een bedrijf? Om te beginnen je kwetsbaar durven opstellen, dat is denk ik nummer één. Ik denk dat uh, uh, en nummer twee is proberen um, soort van bedachte houvast, allerlei buzzwords. De consument, wie is de consument? Nou, jij bent de consument bijvoorbeeld. Um, om die te vermijden. Um, maar kwetsbaar is heel belangrijk, omdat je dan je, jezelf durft te betwijfelen. Um, en ik denk dat heel veel uh, bedrijven zichzelf uh, te serieus nemen. Of, of, ik ken echt gevallen van mensen die, die wij spreken bij ons gewerkt hebben, naar een bedrijf zijn gegaan en binnen drie jaar dat merk zijn geworden. Zodat ja. ik denk: van ja, maar wat, wat vind jij zelf? In plaats van wat vind je namens het merk? Ja. Ja, dus, um, um, Moet het dan ook daarom altijd buiten een, een bedrijf belegd worden? Dat denken over het merk? Absoluut ik het niet. Nee ik, denk dat, dat, nee, ik denk dat je meer dan ooit uh, uh, dat in huis kan doen. En meer dan genoeg voorbeelden van, van, van hele goede. Creatieve merken, uh, een daily paper of mm -hmm. bijvoorbeeld die het in huis doen. Nee. Ja. Dus in die zin, um, en er zijn ook veel bedrijven die het wel uh, nodig hebben. Of die, uh, maar of die gewoon zeggen, nou weet je wat ik um, bijvoorbeeld de laatste tijd merk heel erg, er zijn heel veel um, uh, start-ups of online bedrijven uh, die een hele, hele goede business hebben. Ja. Die tactisch en, 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 en alles voor elkaar hebben. Loopt als een malle. Het enige wat ze niet hebben is een goed verhaal. Um, en, en daarin is nog steeds um, um, creativiteit van buitenaf nodig. Dus je kan niet overal goed in zijn. Dus die, die, um, en dan komen ze bij een, een bedrijf als ons terecht. Ja, ja. Ja. En uh, jij bent uh, sinds uh, kort ook voorzitter van de ADC, ja. de, de, de Club van Creatieven, zeg maar. Ja. Samen met een, uh, een co-voorzitter. Uh, wat is voor jou de reden om daar ja tegen te zeggen? Wat, 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 wat beoog je daarmee? Nou, heel simpel. Um, als je een mening ergens over hebt, en die heb ik wel, kun je die op allerlei manieren uiten. Mm -hmm. Je kunt dat door te doen door te commenten onder in de informatie, onder artikeltjes, mm -hmm. waar Nederland nogal van houdt. Mag ook hoor. Het liefst anoniem. <laughs> um, nee, maar ik vind dat je een mening hebt, um, dan is, dat, is de beste manier misschien om iets te doen, is ook echt mee te doen. Mm -hmm. En dat is voor mij de reden. Dus toen, toen, toen uh, gevraagd werd, dacht ik in eerste instantie: moet ik dit gaan doen? Maar ik denk van dit is dé manier om iets te veranderen, en dan ook op een plek waar je iets kan veranderen. Ja. En daarnaast is het gewoon heel leuk. Het uh, viel me heel erg, als je echt binnenin kijkt, viel me onwijs mee. Het is er heel erg, het zit een echt toffe club, gemotiveerde, frisse, open mensen. Het is, het is zo niet meer de jaren tachtig Slangen Leren -club. Het is nee. echt een uh, groot verschil. Het is leuk. Okay. En je zegt, ik, wil wat, ik heb een mening en ik wil wat veranderen. Ja. Oké, okay. wat, wat vind je dan? Wat moet er veranderen? Nou, kijk, <coughs> er wordt al heel lang gezegd, denk ik. De, Inclusiviteit, nummer één. Dan heb ik het, niet, heb ik het uh, op alle vlakken. Dat uh, gaat dus dat er, het, ik denk van de buitenkant nog steeds... stiekem een randje communicatie, reclame, clubjes gevoel aanhangt. Mm -hmm. We hadden het net over waar creativiteit zit. Nou, lang niet alleen bij communicatiebureaus of bij reclamebureaus. Ja. Dus veel breder. Uh, ik zou heel graag willen dat uh, een fris Nederlands fashionmerk... Uh, zich ook aangetrokken voelt. Mm -hmm. Omdat het immers ook een creatief bedrijf, bedrijf is, als voorbeeld. Um, ik denk dat er de AdCN heel veel doet, maar de helft niet zichtbaar is. Toch een beetje verwaterd. Dus misschien moeten we iets meer een paar dingen goed doen in plaats van heel veel dingen uh, tegelijk. Ja. Um, en voor wie moet het zichtbaar worden? Voor mensen die binnen de reclamemedia en de eigenpak, juist er buiten. Nee, erbuiten. Ja. nee joh, er zijn heel eerlijk onder de dertig denk ik dat een hele grote groep ons niet kent. Nee. Um, kan niet, weet je. Als je dan Willem de koning vraagt, dan. Gaat er nog eens ergens een uh, lampje branden, ja. Maar, ja. Ja. Maar, uh, maar lang niet altijd. Nee. Dus het mag. Um, um, terwijl daar heel veel gebeurt, dus ik denk dat het um, heel erg de intentie heel erg er is, maar het allemaal nog echt een stuk scherper mag. Um, ik vind dat we echt veel meer ons moeten gedragen als een soort label. Bijna als een soort fashion label, wat, mm. wat cureert en wat elke maand, misschien wel, in ieder geval één keer per jaar, uh, het allermooiste werk laat zien. Um, 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 wat er in Nederland gemaakt wordt. Ja. En dan niet alleen door bureaus. Nee. Uh, dat kan van kunst tot, tot, tot alles zijn... Wat, waar mensen iets creëren en iets bijzonders maken. Ja. Architecten uh, bijvoorbeeld. Of um, uh, andere soorten ontwerpers. Ver buiten de reclame. Ja. maar dat zeggen eigenlijk alle brancheclubs binnen het vak altijd... van we moeten de toegevoegde waarde van creativiteit laten zien. Ja. Inderdaad. Waarom ja. lukt dat dan zo slecht? Omdat ik denk dat het... Um, uh, ...soms niet genoeg de inhoud ingaat. Of omdat, er, omdat het vaak... Uh, um, ik denk dat het vaak niet lukt om de, vertaling te, dat, om de vertaling te maken... ...van wat creativiteit echt doet voor een merk. Heel vaak is het, dat zie je ook in de ADCN... ...dan vragen de marketeers, we moeten wel naar deze prijs toe... ...want het is immers een creativiteitsprijs. En het lukt heel slecht, denk ik, nog steeds te laten zien... van: ...kijk, als je die moeite erin stopt om een... Om een uh, uh, ...als je investeert in creativiteit, wat levert mij dan, dat dan op? Ja. Um, dus ik denk dat dat belangrijk is dat je dat uit kan leggen. Um, um... Maar wat is dan een heel goed voorbeeld van het afgelopen jaar dat creativiteit echt iets heeft toegevoegd aan een merk, aan de samenleving? Wat, wat vind jij nou echt het lichtend voorbeeld voor Nederland? Voor Nederland, um... nou, ik vind, dus even nadenken. Um, ik vind Six Word Stories heel leuk. Mm -hmm. um, heel klein idee. Um, het zijn uh, woorden, of, uh, boekjes van zes ja. minuten die uh, eigenlijk het lezen uh, moeten promoten om wat meer rust uh, in te bouwen, ja. toch? Uh, ja, de, de theorie is dat je met zes ja. minuten leest dat je volgens mij X procent minder stress hebt. Ja, precies. Um, wat ik mooi daaraan vind, is dat het, het is niet een hele grote uh, megalomane campagne is. Ja. Maar het is een heel. Uh, het is een issue waar iedereen mee te maken heeft. De oplossing is super simpel en voor iedereen haalbaar. En het is qua vorm heel mooi uh, ja. en simpel gemaakt. Ja. Dat vind ik een heel elegant simpel idee. Ja, um, ja en ik vind uh, um, Evert, uh, van NS5 vind ik een mooi voorbeeld van creativiteit. En dan met name om, om twee tijden met elkaar te verbinden. Uh, met veel liefde gemaakt. Um, um, en wat ik goed ervan vind, is dat het een. Um, ja, je. je KPN als merk een, een standpunt inneemt. Um, op een goede manier, denk ik. Ja. Um, twee voorbeeldjes. Ja. Ja. Okay, en uh, jij zegt van, nou, misschien uh, doen we wel te veel als, uh, als ADCM. Waar, waar zou jij voor kiezen de komende tijd? Hoe, nou, hoe moet ik, je die creativiteit nou echt op een podium krijgen? Um, twee dingen. Ik denk dat er te veel. Het hoogtepunt is natuurlijk altijd awards, één keer per jaar. Ik denk dat er uh, dat we door het hele jaar heen uh, veel meer aandacht moet zijn voor goed werk. Mm -hmm. um, uh, dus, ik denk dat we misschien wel samen met de Adformatie, bijvoorbeeld, um, uh, eens moeten kijken hoe we elke maand goed werk onder aandacht mm -hmm. brengen. In plaats dat het gaat om die lampjes en die kleurtjes alleen. Uh, dus, veel meer die curator van creativiteit. Uh, dat is één. Um, ik denk dat als ze dan toch over die awards hebben, dat die uh, drastisch uh, om moeten. Um, als je zelf zegt dat je de club van creativiteit bent, dan moet je denk ik alles betwijfelen wat. Uh, ...standaard is in elk evenement. Ja. Dus misschien eens een keer geen champagne en dames bij de ingang. Mm -hmm. Misschien eens een keer niet in een plusje. Uh, zonder dat we per se uh, in een Berlijnse underground uh, mm -hmm. uh, basement hoeven te staan. Maar we zijn dus heel erg aan het kijken van oké, okay, wat zijn daar clichés in... ...die het misschien ook heel erg... ...ja, um, yeah, uh, eigenlijk niet zo creatief maken nee. voor heel veel mensen. Nee. En... Um, nou ja, dit laatste, daar hadden we het net over. Um, we zijn bezig met een paar programma's voor marketeers. Okay. Uh, om die creatiever te maken ja. en om die te laten leren. En die zijn echt heel leuk. Dat ja. zijn, um, um, als je wilt dat er beter werk gemaakt wordt, moet je ook beginnen met degene die het werk beoordeelt. Ja. Als die opener durven te zijn en meer lef hebben uh, of de juiste tools hebben, dan, um, um, dan denk ik dat de kans op beter werk vergroot. Dat is een belangrijk ding. Ja, ja. Okay. en wat leer je mensen die uh, uh, eigenlijk creativiteit uh, zouden moeten beoordelen? Hoe... Kan jij creativiteit leren herkennen? Nou, in eerste instantie vind je altijd iets van wat je ziet, vindt iedereen. En wat er gelijk gebeurt. Je vindt het mooi, je vindt het lelijk. Je je hart gaat sneller kloppen, ja of nee. Dus of, als er niks gebeurt, is het gewoon geen goed idee. Als er wel iets gebeurt, is het eerst wat de gemiddelde marketier doet, is daar overheen stappen. En eigenlijk met een checklistje kijken: van... past dit wel het nieuwe merken. Is dit, merk is dat, is that. zo. Ja. En ik vind het, ik, er zijn, dat gaat ook al over. Dus, dus, Um, jezelf durven te openen en, en heel goed te luisteren naar wat jij voelt bij een idee, ja of nee. Mm het -hmm. tweede naam, kun je altijd aanpassen. Je kunt iets altijd tweaken en slimmer maken, maar ik denk dat het te vaak, de mensen gewoon niet durven te zeggen, ik vind iets, uh, doet me iets of niet. Of ik vind het gewoon een heel goed idee. Ik weet misschien niet eens waarom, maar dit voelt goed. Dus ik denk dat dat, dat uh, ja, het is een beetje de, noem het emotie versus ratio, maar ik denk dat daar um, uh, veel marketeers van kunnen leren. Er zijn... De marketeers waarmee wij het beste merk maken, zijn altijd de mensen die open aan tafel zitten. en die ook gelijk durven te zeggen: Dit vind ik te gek. Het is een ontzettend zakelijk gedreven vak en ook heel erg data-gedreven. Ik bedoel, als je nu kijkt van hoeveel mensen er binnen de reclame werken versus binnen de media bijvoorbeeld. dan gaat dat best wel scheef. En dit lijkt wel een pleidooi voor het buikgevoel, zeg maar. Absoluut. Ja, maar er is een. Dat gaat nooit weg. Nee. Weet je? En Ja, met data kan je, je, je dat, dat, dat buikgevoel nog verder tunen richting bepaalde groepjes, et cetera. En ik denk ook zeker dat je data kan gebruiken om geïnspireerd te raken, om te zien wat mensen nu echt beweegt. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk moet je, gaat er niks boven het idee dat je instant raakt. Dat geldt altijd bij elk idee. Als het je niet raakt, um, gaat er niks gebeuren. Nee. Kun je met alle data van de wereld kun je doen wat je wil, maar heeft het op zijn minst niet de helft uh, van het effect. Nee, nee. En uh, je wil uh, nou ja, eigenlijk ook meer makers van buiten het vak, uh, van die buiten die ja. silo van het reclame-media vak, mm -hmm. uh, verbinden. Hoe ja. krijg je die erbij? Um, nou, in eerste instantie dat we niet het woord reclame te noemen. Want dat lijkt wel alsof dat woord steeds meer een, 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 een smet krijgt. Uh, ik denk zeker voor een nieuwe generatie, als je kijkt naar Willem de Koning, dat doet de helft autonoom. Advertising ja. autonoom. Ja. Die denken niet in campagnes, maar die denken in producten of oplossingen. Um, dus uh, door ruimte te bieden voor niet-traditionele uh, um, vormen van communicatie. Laten zien dat je heel mooi werk kan maken voor een merk... zonder dat je gelijk denkt aan waar je aan denkt bij reclame. Aan mm -hmm. billboards, aan, aan uh, klassieke media, zeg maar. Um, ik denk dat het, dat één is. Um, maar autonoom, uh, autonome denkers zijn toch altijd nog weer vrijer dan uh, opdrachtdenkers, toch? Ja, maar ik denk dat je het... Ze zoveel mogelijk autonomie moet laten. Ja. En, en dat je op jezelf moet vertrouwen dat je wel die laatste slag kan maken om het alsnog toepasbaar te maken voor een merk. Um, ik denk dat je hem omgekeerd invult, dat het uh, een doosje dicht gaat en er niks meer gebeurt. Ja. Dus ruimte. Um, en, en de mix. Um, gooi je wat onverwachte karakters of achtergronden erin. We Werk soms met, met journalisten bijvoorbeeld. Ik denk dat, dat we nog steeds meer gaan zien dat mensen die echt van de inhoud zijn, veel meer ruimte gaan krijgen binnen. Binnen bureaus, uh, omdat het gewoon echt een medium moet zijn, dat er wat diepgang in moet zitten en dat het dunne laagje chroma niet moet zijn. Ja. Um, yeah. We kijken naar productontwerpers ja. uh, die vroeger niks met reclame te maken zou willen hebben. Nee. Hey, en um, als je nog één tip mag geven aan de, de CMO zeg maar, die hier naar kijkt: ja. um, hoe word jij als merk uh, creatiever en dus succesvoller? Um, Eén tip, hoe word je als merk creatiever en succesvoller? Um, nou, vertrouw, ik heb niet één tip, maar um, ik heb er drie. Vertrouw op je onderbuikgevoel. Uh, durf gewoon uh, te kiezen voor iets wat, wat, je, wat jou raakt. Uh, heb het lef daarvoor, weet je. Um, en um, niks komt makkelijk. Dus ga ervan uit dat als je het verschil wil maken, dat je ook zelf uh, die extra moeite moet doen om een idee erin te krijgen. Uh, om, um, um, ja, dus, dus het kost moeite. Ja. Doe moeite, vertrouw op je onderbuikgevoel uh, en heb het lef uh, om iets anders te dan een andere machine. Oké, okay, nou Mervin, uh, dankjewel dat je hier vandaag uh, wilde zijn. Jij bedankt voor het kijken en uh, kijk vooral ook even online bij ons uh, voor meer van dit soort interviews en uh, nou, tot de volgende keer.